daarmee beginnen te zeggen dat de mensen die schreeuwen dat ze lid zijn van de organisatie, dat het geen leden zijn van de BVR en de ALS. Ik praat over mijn organisatie. Het is makkelijk om aan de kantlijn te staan en kritiek te leveren. Wanneer je misnoegen wil uiten, is er een forum daarvoor. En misschien is het goed om te zeggen dat de grondwet de ruimte biedt dat een ieder lid mag worden van elke, dan praat ik over onderwijs, van elke vakorganisatie. En de BVL en de ALS is niet de enige vakorganisatie, er zijn 9 onderwijsbonden. Nou, de aanval op mij is gericht, dat zijn soms persoonlijke dingen, zoals er nu fake berichten worden gelanceerd dat ik uitlandig zou zijn, terwijl leraren hier staken. Dat wordt door niemand hier gezegd, maar het wordt gewoon geaccepteerd, dat wordt verdeeld, dat wordt allemaal verspreid. Maar laat mij zeggen, de BVL en de ALS zitten niet nu. Ik zit al 23 jaar in de vakbeweging en wij hebben ook gestaakt, maar het is altijd ordelijk geweest. En aan staken gaat er een proces vooraf. Uiteindelijk, als je iets wil, moet je met degene die het kan geven, met die gaan praten. Maar alleen maar op straat schreeuwen gaat niet helpen. Als er een ruimte wordt geboden door een regering, we hebben ook maanden gestaakt, we hebben weken gestaakt, maanden gestaakt. En als de regering een ruimte biedt om te praten, dan moet je komen praten. Dus er is geen enkel arbeidsgeschil. Wanneer er een arbeidsgeschil is, dan is de eerste stap die je doet, je schrijft een brief naar de regering, naar de werkgever. Als daar geen gehoor aan wordt gegeven, dan ga je dat aan de president richten. Wanneer er geen gehoor wordt gegeven, zeg je, je gaat de actieparool uitzetten. En je grijpt niet altijd direct naar het uiterste middel op straat gaan. Het wordt meestal opgebouwd. Je gaat misschien met de leden praten, wat is een actieparool? Nou, wat we nu zien, mensen zijn op straat gegaan, leraar, en het is een goed recht om te protesteren, om je misnoegen te uiten. En ik zeg, wanneer je iets wil, dan moet je aan tafel komen. Dan moeten we praten, maar je moet ook kijken, wat de regering kan bieden? Het is geven en nemen. Dat is onderhandelen. We hebben speciale trainingen gevolgd voor collectief bargaining. Je staat niet op een blauwe maandag op en je leert onderhandelen. Ik heb 20 jaren meegelopen om vandaag voorzitter te kunnen zijn van een gerenommeerde vakorganisatie. Dus dingen komen niet uit de lucht vallen. Het is mensen een goed recht. Het stakingsrecht is verankerd in wetgeving behoudens de beperkingen van de wet. Dat is dat recht, zo is het genoemd. En tegen de leraren wil ik zeggen, er zijn 9 onderwijsbonden. Wij doen altijd ons best, zoals meneer Snijders even zegt. Laat mij u ter herinnering brengen dat het in geen 50 jaar geen enkel vakbondsleider gelukt is om de secundaire voorzieningen voor leraren te regelen. Precies 25 mei vorig jaar heb ik in een crisisperiode voor alle leraren, en dan mogen ze gaan kijken op hun SZF-kaart, wanneer ze bij de tandarts nu zitten en vrije tandheelkundige behandeling krijgen, dan zeggen ze niet dankjewel mevrouw Mangere. Ik verwacht het ook niet van ze. Ik doe mijn werk en mijn moeder heeft me altijd geleerd. Doe goed en zie niet om. Dan krijgen ze een vrije tandheelkundige behandeling. Ze hebben hogere klassenligging. De permanente educatie was vorig jaar door de regering bevroren. Ik heb het gedaan gekregen dat alle leraren, 11.800 leraren vandaag, 7% van die permanente educatie mogen krijgen. En dat is eigenlijk een verkapte loonsverhoging. 7%. Ze hebben een afstandsonderwijs gehad, dat heb ik afgedwongen van de regering. Ze hebben gehad de permanente educatie. Wat er is gebeurd, is dat ik de regering had gevraagd om het met TWK te betalen. Maar u begrijpt dat TWK ergens ophoudt. En dat is eigenlijk wat er is gebeurd deze maand. Die TWK is gaan ophouden. En dat heeft gemaakt dat mensen minder zijn gaan ontvangen. Maar het is niet zo dat mensen, dat de regering 2,5, want ik hoor ook dat mensen zeggen, ja, de regering heeft 2.500, maar ze hebben 1.000 gulden afgetrokken. Dat is absoluut niet zo. De 1.000 die ze hebben gehad was die TWK. En we hebben geprobeerd om die TWK verspreid te geven, zodat er niet te veel geld in omloop was. Dat is wat we allemaal gedaan hebben. Dus wanneer leerkrachten soms denken, we doen niks. We zijn hier op continue, zijn we bezig met de regering te onderhandelen. En we hebben altijd voorstellen, maar je moet ook kijken. Er is ook een gelijkheidsbeginsel. Wanneer je iets vraagt voor leerkrachten, dan komt het ook alle ambtenaren ten goede.
Dus de regering heeft ook een hele grote hap hierin om dat uit te geven. Want als je leraar geeft, is straks nog een andere bond op de stoep. We hebben toen gezegd, laten wij in georganiseerd verband gaan kijken wat we kunnen doen om alle ambtenaren iets te geven. Iedereen voelt het. Ook wij weten dat ze voelen. Maar ook de leraren voelen het, en dat weet ik ook. En ik ga u zeggen, ik heb tot nu toe niet, althans, ik ken het ledenbestand van mijn organisatie, ik heb tot nu toe niet de klachten dat mensen zeggen van ik schrijf me uit en ik ga niet. De leden zijn vrij om lid te zijn, leden zijn vrij om niet lid te zijn. En als je niet tevreden bent, is het je goed recht om je uit te schrijven. Wij gaan niemand dwingen. Er zijn nog 9 andere vakbonden. De grondwet geeft ook de mogelijkheid om andere vakbonden op te richten. Laten wij kijken wat de resultaten zijn die mensen hebben neergelegd. Ik heb vorig jaar in DNA een paar maanden geleden gepleit voor de belastingvrije grens. Ik had zelfs gevraagd voor 10.000. Er is door de regering 7.500 gegeven. Dat leraren nu ook gebruik kunnen maken van NOB-fonds die door de vorige regering was stopgezet. Daar mogen ze ook geld gaan lenen om verder te studeren. Dat zijn allemaal resultaten die ik neerzet, wat ik heb verwezenlijkt als voorzitter van de BVLNL. En als dat niet wordt gerespecteerd, als dat niet in dank wordt afgenomen, so be it. Ik heb ermee leren leven en ik wil het voor de record niet zeggen. Dit is de legacy van mij als voorzitter van de BVLNL. En leden hebben altijd het recht. En niet leden, zou ik zeggen, word eens lid van de organisatie. En dan weet je hoe het reilt en zeilt binnen een organisatie. Dank u wel.